gesels vanochtend met die hoofuitvoerende beampte van Agri SA, Christo van der Rede. Christo, baie welkom hier by Grootplaas. Baie, baie dankie en ook goeiedag aan al jou kijkers. Dankie, ja, dat is altijd goed om met jou te gesels en vooral in die situasie waar ons nou is, die nationale rampstoestand is aangekondig en ek weet daar is, voor hierdie aankondiging is daar baie planne gemaakt, gesprekke gehou hieroor en jy was deel van een paneelgesprek paar dae terug oor hierdie eindste thema, so as jy net vir my bietjie 'n oorsig van dit kan gee. Wel, die paneel het bestaan uit een paar kundiges, mense wat weet wat die wetlike aspekte rondom die verklaring van een ramptoestand behels. Ons eie lede binnen Agri SA was van mening dat een ramptoestand nie nodig is nie, omdat dit eintlik een probleem is wat oor tyd aankom en die probleem is as gevolg van swak beleiding tussen die verskillende staatsrolspelers, dis nou tussen Eskom, die presidentie, tesorie en ander departemente, en dan natuurlik ook, jy weet, probleme soos korrupsie en platante diefstal van Eskom bates. En dit was dan die context waar binnen die paneel geargumenteer het, is nie nodig om 'n ramptoestand te verklaar nie. Maar intussen het die regering besluit, of die president het aangekondig, dis die gewenste ding om te doen, en ons het dan vanoggend ook dan met minister Pramanwort dan gepraat oor wat gaan dit behels, en hoe kan ons as privaat sektor help om die probleem by Eskom opgelos te kry. Ek dink vir baie mense die term nationale rampstoestand, hulle het die eerste keer kennis daarmee gemaakt tydens die COVID-pandemie, toe dit ingestel is, wat beteken die rampstoestand in hierdie verband vir Suid-Afrika, privaat sektor, die landbou, alleen eintlik maar vir almal? Weet jy, ons is nie heeltemal seker nie, want die riglyne moet, en die spesifieke detail, moet nog deur die minister van samenwerkende regering, Lamini Zuma, dit moet nou nog deur haar afgekondig word. Onthou nou, daar is ook een minister van elektrisiteit in die wat aangestel word of wat moet aangestel word. Dit word in die vooruitsig gestel. So hoe al hierdie goed met mekaar gaan werk, dit weet ons nie. Al wat ons van ons kant af gesê het, is dat onthou nou, jy het minstens 12 stukke wetgeving waaraan Eskom onderwerp word. Dan word Eskom onderwerp aan een regeringsdepartement met die naam openbare ondernemings, as ook departement van energie, daar is ook tesorie, en dan het presidentie ook een instelling wat noem Neekom. So al hierdie instellings speel dan een rol om, jy weet, om Eskom aan die gang te kry. Maar dit lyk asof Eskom nie aan die gang kan kom as gevolg van hierdie bureaucratische nachtmerrie, as ek nou so moet beskryf, en bureaucratische romslomp, as gevolg van dit nie. Het jy al miskien enige aanduiding, want ek is seker vir baie mense, het hierdie aankondiging, ek wil nie sê as 'n skok gekom nie, maar as 'n verbasing, want ons sit hier so en ons weet goed wat reg oor die wêreld gebeur, ons weet die massiewe akelige aardbewings daar in Turkye en Sirië, die invloed wat dit het, daai natuurlike ramp wat plaasgevind het en 'n situasie veroorsaak het, en nou sit ons hier so en mens hoor gesprekke, mense het maar hulle opinies, hier het julle as onkant gevang amper, en wat is die algemene gevoel amper? Inderdaad, die paneelkundiges het baie duidelik gemaakt dat jy verklaar net 'n ramp as 'n land, jy weet, getref word deur 'n incident wat eintlik onbeheerbaar is. Hulle het nie die genoegsame mannekrag nie, daar is ook nie genoeg hulpmiddele om te red waar daar te redde is nie. So stippies wat in Turkye gebeur. Ja. Ek meen, dit is ongelooflike ramp. Tragies, ja. Ja, en die mense hart gaan uit na daardie mense toe. So dan het jy genoeg rede om 'n ramp te verklaar. Maar in hierdie geval, jy weet, jou munisipaliteite skuld Eskom 60 miljard rand. Die vraag is, moet jy noodtoestand nou daarvoor verklaar? Want daar is ander maniere om die geld in die hande te kry. Van voor die regering die oordragte aan die provinsies betaal, kan hy die gelde wat hulle skuld aan Eskom, kan hy terug.
Tweedens, je weet, heb jij ramptoestand nodig om je politie hulle werk te laten doen? Ja. Daar mensen, je weet het, op een video waar die rond is doen op sociale media, het mensen sloot gaan graven en eerst kom kabels Ja. In die dagelijkse stil, en dit voor politie. Dan heb je ramptoes nodig om die criminelen en die corruptes bij je kom vast te worden. Waarom is jouw intelligentiediensten niet bij die vermoe om dit om te keren en zeker te maken dat mensen gevonden worden? So, binnen die context, je weet ons en natuurlijk ook andere kundigen en andere instellingen zoals Alta van mening dat was die nodig om een ramptoestand te verklaren. Ek dink mens kan nie na so 'n aankondiging kyk sonder om te kyk maar okay, is daar enige voordele? Is daar wat is die voordele en die nadele? Het jy al 'n bietjie so oor dit gepraat dat miskien is daar voordele tot dit? Ja, vandag het ons met minister Prabang Gordhan gepraat en een van die goed wat ons genoem het vanaf landbou se kant dat ons wil graag hê landbou moet as 'n essensiële diens verklaar word. Je kan onthou in 2020, net voor die aanvang van die inperkings, is landbouw saam met gezondheid as 'n essensiële diens verskaf. En dit het die land tot 'n groot mate gered, want ons kon voortgaan om kos te produceren en om hongersnood te vermy. So as die ramptoestand daai geleentheid vir ons kan skep, dan sê ons, dan greep ons het maar al by hande aan. Maar dan die volgende vraag is, je weet, indien dit die geval is waar landbouw als essentiële dienst of noodzakelijk dienst verklaar wordt, zullen dan Eskom doen om op een provinciale vlak meer aanpasbare skedule, je weet, en laar beerkracht te implementeren, zodat de landbouwsector net kan doen wat hij moet doen. En dan derdens, een van die grootgoed waar de president genoemd het, en wat blijkbaar ook volgende week in die minister van Financiën zijn toespraak geweest, is die betrokkenheid van die private sector om kracht aan Eskom te leveren. En dan, je weet, belasting, incentive en allerlei andere vormen van vergoeding te betalen aan instanties waar kracht lever. Nou, dit is op die spacekaart, maar die vraag blijft nog steeds, het die ramptoestand nodig gehad om dit te laten doen? Om dit recht te krijgen of kan jy daar sonder? Ek dink dit is die vraag op almal se lippe. Christo, ons gaan nou vir regself net gebreek vir advertensie. Ek gesels steeds met Christo van der Rede, die hoofuitvoerende beampte van AgriSA. Christo, soos wat ons nou staan, wat is van die belangrikste prioriteitspunte vir AgriSA op die oomblik? Ek dink vir ons is het belangrik dat ons die je weet een meer aanpasbare beerkrachtsskedule onderhandel met Eskom. Dit is voor ons een groot prioriteit. Ons weet dat beerkracht vlak 6 het geweldige schade genoeg aan je weet die hoenderbedrijf, die melkbedrijf, die zachte vruchtenbedrijf, als ook die graanbedrijf waar hulle besproeiing nodig het. Gelukkig het ons baie goeie reëns die afgelopen tijd gehad, en sekere gebiede eintlik te veel. En nou sit jy weer met vloedskade in sommige gebiede. En dan daarmee saam, wat een rol kan die landbousektor speel om self ook krag op te wek en daai krag terug te voer in die nasionale netwerken. En dan het ons ook een baie groot klem gepas op, jy weet, om die roereflex tarief skema om eindelijk daarmee weg te doen. Want ja, boere word gepenaliseer as hulle kracht gebruik gedurende hoë piektye, en ons is van mening dat as gevolg van jy weet beerkracht wat ter enige tyd van die dag plaasvind, maak so tariefskema nie sin nie. Jy kan nie boere penaliseer nie, want hulle het geen keuse as om in hoë gebruiks jy weet kracht te benut nie, as gevolg van die feit dat het nie beskikbaar is, soms in die la verbruikstye nie. Ja, want Christo, ek dink as mens daarna kyk ook, ek dink in mense huishouding kan mens baie maklik by een routine aanpas. Dit is nie gerieflik nie, maar dit is ook nie die einde om rondom 'n 2-uur sessie te beplan. Ek dink ons almal het al oor die afgelope paar jare slim geword, en mens
mens doen wat mens kan. Maar als het komt bij landbouw. Landbouw is specifiek niet een sector waar jij kan net besluiten, nou zet ons af, nou zet ons aan nie. Want mens werkt met levende organismes, met dieren en met planten wat water moet krijgen. So ek kan denk die frustratie is nogal, is redelijk groot aan die kant, nee? Inderdaad, ons het net vrijdag het ons van ons lede gevra om ons terugvoer te gee oor al die probleme wat hulle het. Mm. Nou, dit begin by machine wat breek. Ja. Dit begin by plante wat vrek as gevolg van die feit dat daar nie besproeiing is nie. Mm. En dit is een geweldige uitgave vir die landbousektor. Ja. Boere gee miljoene rande letterlik uit om genoegsame diesel aan te koop as ook om hulle eie sonkrachtstelsels verder uit te brei en aan die einde van die dag, jy weet, kry hulle nie die inkomste terug nie. Want niemand gaan, jy weet, niemand neem of het sympathie met wat die sector op die oomblik ervaar in termen van additionele uitgaves nie. Mense soek allemaal goedkoper kos. Ja. Mense wil die kos onmiddellik beskikbaar hê op die rakke van die winkels. Mm. En dit is die uitdaging by die sector. Ons moet maar tevrede wees met die prijs wat ons kry vanaf jou kleinhandel en sovoorts. Mm. Ja, en op die thema van kospryse, ek het onlangs nou ook in hierdie week met 'n gas gepraat wat eindelijk maar het ingesit het van kosprijse en dat een mandjie kos nou soveel duurder is as wat het bijvoorbeeld verlede jaar was. En ek dink ook, as mens by dit kom, is om die voortdurende kos te voorsien van boere se kant af, maar ek dink ook die publiek moet weer dat dit vir allemaal duur raak. Het raak vir boere duurder om te boer. En ek dink mens moet amper, ek sê hierdie baie lichtelik, maar mens moet meer genade vir mekaar hê, want dit raak vir allemaal moeiliker. Inderdaad, nou, boerse winsgewendheid is van een verskriklike druk. Ja. Ons het geweldige stijgings in die prijse van kunsmis gesien, die prijse van verskeping en die prijse van verpakking. Mm. En daarmee saam het ons ook nou onlangs weer een rentekoersverhoging gehad, waar die koste van kapitaal die er maak. Ek wil eens praat van die voorgenome prijsstijging, wat nergens aan goedgekeur het vir Eskom nie. En boere, as, ek ben, die landbousektor is prijsmakers, is prijsnemers. Ja. Dit maak mense uiters mismoedig. Mm. Hulle boere voer op die oomblik een sukkel bestaan, as gevolg van die feit dat hulle winsgewendheid onder druk is, en in die situasie verder vererger, kan ons grote probleme, het ons grote probleme te wachten, jy weet, in die hele ware ketting. Mm. Wel, ek moet vir jou sê, dit geef my gemoedsrust, dat ek weet dat daar voortdurend gesprekke is wat gehou word, en planne is wat gemaakt word. So ek wil ook sommer vir jou dankie sê, dankie vir die werk wat julle doen, en ons hoop volgende keer as ons praat ons oor iets meer positief. Dankie, Christo. Inderdaad.